Hier voor mij zit Aad Juin. En ik wil even weten waarom hij dit jaar zo die mooie verslagen voor het PK schrijft. En waarom hoeft hij niet zelf meespeelt. Nou, wat is daar op je antwoord, Aad? Ten eerste, Ab, ik miste de bos bloemen op tafel. En ja, stukjes schrijven, bijna goed toernooi. Zo, ja, daar hoort goede schrijver bij. Dat lijkt me eenvoudig. Dus ja, en aan de andere kant, ik vond het wel eens leuk om de mensen mee te maken van een andere kant af. In plaats van achter het bord. Ja, je komt meer ins en outs te weten. En dat vind ik ook wel grappig. Ja. Ja, oké. Okay. Voor 2 jaar terug heb ik je hier gezien dat je zelf meespeelde. Was dat vorig jaar en 2 jaar terug of nog langer? Ja, dat was vorig jaar en het jaar daarvoor, ja. En waarom speel je nu niet mee? Want dat is toch ook wel een leuk spel. Het is toch een leuk spelletje? Ja, ik vind het een heel leuk toernooi, dat is echt waar. Goed georganiseerd. Maar 7 wedstrijden in 10 dagen, dat is me gewoon net te veel. En ik ben toch wel iemand die ook, als ik speel wil ik het goed doen. En een klein beetje voorbereiden, en, ja, daar vind ik gewoon mijn tijd voor. Dus, maar ik vind het wel leuk om erbij te zijn. Mijn dochter speelt nu mee, die krijgt sinds kort les van Michel de Wit. En ja, kijk een beetje hoe dat ze het aanpakt. Wel leuk. Oké, okay. Ik mis ook je zoon dit jaar. Ik heb hem vorig jaar nog een keer tegengekomen, zelfs met schaken. Of 2 jaar geleden, weet ik niet precies meer, want mijn geheugen op de harde schijf, dat gaat goed, maar nou, dat was er vorig jaar ook. Maar ja, Jannek wordt wat ouder en misschien wijzer. Nee, maar ik denk gewoon dat, ik weet het eigenlijk wel zeker, interesse is een beetje aan het afnemen en met het schaken. We merken dat op de club ook. En ja, rond die leeftijd heb je dat. Hij studeert, VWO natuurlijk, dus er gaat ook veel tijd in zitten. En nou, hij vond het niet zo nodig dit jaar. Oké. Heb je hier wel de tijd voor? Want ja, je weet, ik ben al een heel poosje met pensioen. Maar heb jij hier ook tijd voor? Of moet je dat gewoon s'nachts doen? Of, Ja, ik schrijf het s'nachts, want ik werk het prettigst als ik niet afgeleid word. En ze stellen de zin dus op bed ligt dan. Ja, dat is voor mij de meest vruchtbare periode. En nou, dan ben ik toch wel even tot 1:30 bezig. Maar ik vind het leuk om te doen. En ja, daarom doe ik het eigenlijk ook. Op de vereniging bij ons schrijf ik ook de meeste stukjes. Dus. Ja, ja. Je maakt ook filmpjes. Ja, op YouTube. Ja, ik heb 2 kanalen. 1 voor mezelf, daar maak ik ook filmpjes. Met oude muziek uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En voor het Zwarte Paard heb ik ook een YouTube-site geopend. En dat is een beetje een collectie geworden van instructiefilmpjes. Wel leuk. En een paar filmpjes die ook gemaakt zijn, net zoals jij dat doet, op de interne avonden. En die plaats ik dan. Ja. Oké. Okay. Het toernooi, dat wordt niet meer, volgend jaar niet meer georganiseerd door Simon. Heb jij een idee wat er van terecht gaat komen als Simon het niet meer doet? Nou, ik ben wel bang dat er toch inderdaad heel stevig over nagedacht moet worden. Want het werk wat Simon doet de afgelopen 16 jaar, dacht ik, heeft hij dit georganiseerd. En ik neem ook aan dat de speellokaliteit wegvalt hier, RET. Want Simon werkt hier en vandaar ook dit gebouw. Maar ik zie daar best een groot probleem. Absoluut. Ja. Maar je hebt geen idee van, nou, misschien moet een andere grote vereniging dit overnemen. Of misschien moet het bestuur hier iets meer aan werken. Nou, ik denk dat het bestuur een commissie in het leven moet gaan roepen. Die het gaat evalueren en eventueel bekijkt of er sponsors zijn. Om dit toernooi gewoon onder te brengen. En dan zou je het eventueel misschien wel in een grote bedrijfsruimte weer, net zoals hier, kunnen organiseren. Misschien heeft een van de leden of bestuursleden van andere clubs wel contacten in die richting. Oké. Okay. Ja. Nou, de commissie lijkt me wel voor de hand liggend die zich over dit probleem gaat buigen. Goed.
Hé hey Aad, ik vind het erg leuk dat we zo even hebben kunnen spreken. Ik dank je hartelijk. En ik hoop toch dat we de volgend jaar weer ergens bij zijn. Ik ga er wel van uit. Oké. Oké, bedankt dan. Graag gedaan.